Hoi, welkom bij Rare Waren. Ik ben hier vandaag met... Floor. En wij gaan weer eens wat rare producten uitproberen. Zoals we altijd doen bij Rare Waren. En vandaag hebben wij, dicht bij huis, coco-conserven uit Zaandam. Zij maken ambachtelijke producten en stoppen het in het blik. En wij gaan kijken of ze dat een beetje kunnen. Ragù Classico. Italiaanse pasta saus van gestoofd rund en varkensvlees. Oké, we gaan pasta maken voor bij die saus. De saus ruikt heel erg lekker. Ja, ruikt echt heel lekker. Het ziet eruit als hondenkot, maar... Ondanks dat hij over datum is. Dat is hier misschien vergeten te vertellen, maar... Deze is over datum, maar ruikt heel lekker. Ribolita, vegetarische soep. Met bonen en cavolo nero. We gaan hem openmaken. Is deze ook over datum? Deze is ook over datum, maar wel minder dan die andere. Minder. Oh, dat ziet er ook uit als kots. Nat. Ragù Classico uitproberen, de ribolata en de... De ganzenriette. Oh ja. Ganzenriette. Ragù Classico. Ja, die ruikt echt best wel lekker. Ja, die zit lekker. Smaakt goed. Is ragù niet gewoon Italiaans voor pasta bolognese ofzo? Ik denk eerder voor stoof. Stoofvlees of stoofmaaltijd. Dit is mijn ontbijt. Dit is letterlijk mijn ontbijt. Als je dit aan vrienden voorschotelt, dan denk ze dat je echt gewoon hard je best hebt gedaan. Zeker. Terwijl je niks hebt gedaan. Je hebt een blik geopend. Je hebt niks gedaan. Volgende wat we gaan uitproberen is... De ribolita. Hoe ruikt het? Niet heel lekker. Nee, ik vind het gewoon stinken. Maar ja, het is ook over datum, hè? Ik ben gek op bonen, maar... Oh, dit heeft zo'n nare geur. Nee, niet mijn ding. Volgens mij had ik meteen een stukje brood. Het smaakt een beetje slijmerig. Het is gewoon niet echt overtuigend. Nee. Oké, de ganzenriette. Weet je, ik ben altijd best oké met overdatum, maar... Vlees over datum. Ja. Wordt niet heel vrouwelijk van. Het is best lekker eigenlijk. Het smaakt een beetje gerookt. En heel zacht. Proef maar. Nee, dat is niet mijn ding. Volgens mij is dit waar babyboomers heel lekker op gaan.